Sevgili seyirciler, Feyenoord bölgesinde yoksullukla mücadele için bir konferans düzenlendi. Feyza Albayrak'ın haberini izliyoruz. 9500 huishoudens in Feyenoord leven onder de armoedegrens. Dit is ongeveer een derde van de 70.000 inwoners. Dit probleem moet aangepakt worden, vindt portefeuillehouder Yasser tijdens de armoedeconferentie. Ik ben zelf hier geboren en getogen, met name hier in de Afrikanerwijk. Dus ik ken het gebied heel goed en ik weet wat er leeft. En in dat opzicht vond ik het wel zelf ook wel een belangrijke item. En vandaar ook dat deze werkconferentie is georganiseerd vandaag. Hiervoor hebben professionals van onder andere SOZAW, GGD en Stichting Welzijn Feyenoord tijdens de armoedeconferentie georganiseerd door de gemeente Feyenoord oplossingen proberen te formuleren. De uitkomsten van deze conferentie is dat, dat hebben de deelnemers ook duidelijk aangegeven, dat taal een belangrijk onderdeel is, waardoor mensen zelfredzaam kunnen worden. Twee is dat professionals willen dat er aandacht wordt besteed dat op laagdrempelige manier, op wijkniveau, trefpunten of huisinloopkamers worden georganiseerd. Hè. Een derde punt was dat de samenwerking beter moet worden georganiseerd. En dat betekent dus dat verschillende professionals, professionele organisaties die actief zijn hier in deze wijken, dat ze niet versnipperd te werk gaan, dus niet langs elkaar heen gaan werken. Maar dat ze elkaar op de hoogte moeten stellen van de dingen die ze doen. U bent vanuit de gemeente Rotterdam aanwezig. Wat betekent dit voor gemeente Rotterdam? Het probleem kan Feyenoord niet alleen oplossen. Dus dan moet gewoon een steun komen vanuit de stad. Onze ondernemers, onderwijzers, dus onderwijs. En ook de overheid moet daar gewoon een leidende rol spelen om hier wat mee te doen. In het belang van de urgentie van dit probleem heeft de PvdA bij de gemeente een voorstel ingediend dat de betreffende commissie dit probleem meteen op de agenda moet zetten. Ik vind zelf dat het overbodig is, omdat wij al op de planning hebben staan dat wij straks gaan praten over armoedeproblematiek. En b, dat wij ook te veel onderwerpen hebben geagendeerd in de commissie, dat wij nu eigenlijk geen tijd meer hebben om zeg maar een extra onderwerp in de commissie te sluizen. Het is goed dat zeker Baraan hiervoor een aandacht heeft gevraagd, maar ik vind het vooralsnog overbodig. Dus de Feyenoorder moet nog wachten. Maar hoe zit het met de stappen op korte termijn? We hebben hier een vijftal zwakke wijken waar we aandacht aan besteden. Dat zijn Afrikanerwijk, Hillesluis, Bloemhof, Vreewijk en Feyenoord. Wat op korte termijn op onze lijstje staat, is dat we in twee wijken wijkwerkmaatschappijen willen neerzetten. En dat zijn dan plekken waar verschillende doelgroepen zullen worden bediend. Dan heb ik het over eenoudergezinnen, jongeren, maar ook andere mensen die actief willen worden in de wijken en elders. Dat die worden geholpen en worden toegeleid naar een baan of vrijwilligerswerk. En we moeten ook, denk ik, realistisch zijn dat we de armoede niet volledig uit onze wijken weg kunnen krijgen. Dus er zal nog wel een stukje armoede altijd blijven bestaan. Maar het gaat erom dat we moeten inzien dat er een bepaalde groep is die kansrijk is. En dat die groep moet worden geholpen, een steuntje achter de rug, zodat zij hun kansen kunnen grijpen en uit die visueuze cirkel kunnen komen. De jongens van de straat die rappen over de situatie van Feyenoord in hun eigen woorden. Tijd is aangebroken om te zien waarvoor ik heb gebeten. Mijn streven is het realiseren van dromen. Kijk niet eens naar wat er is geweest, maar kijk naar wat er zal komen. Om stil te staan, we moeten roeien met de riemen die we hebben en doorgaan. Progressie, de missie moet slagen. Geen tijd meer van ons is in deze donkere dagen. Geen tijd.